Yo kerel, helemaal op. Zeker. Vraag je problemen onderweg in de auto? Nee. Nee? Heb je er zin in of zo? Wat Ja. ga je doen? Fietsen. Waar? Gieten of zo, toch? Gieten, ja. En heb je ook een doelstelling? Gewoon rijden, lekker rijden. Proberen bij het peloton te maken. Oké, heb je ook een plan hoe je dat gaat doen? Ja, gewoon telkens in de laatste wiel of zo. Niet gelijk als een malle weer demareren, net als laatst. Ja. Hey, succes! Ja, dankjewel. Algemene klassement over 2 dagen, Ronde en Gieten. Heb je al de berg op een beetje lichte versnelling en naar beneden een zwaardere? Afstappen, veel te komt eraan. Hey, samen, ja, samen. Klas op jou. Hey, klas op jou, hoor. Lekker Piotr. En weer door, hè? Weer aan haar. Klasse, jongen. 6, Finn en Luco, klein gaatje. Met peloton, klasse. Til, en ik zei tegen Finn in Brussel. Ja. Gewoon best wel lekker uitfietsen. En meer dan de helft bijgebleven, dat is prima. Ja, daarna moest ik lossen. Maar als je dan de volgende keer, want dan kom je terug omdat het wat stilvalt, als je dan even naar halverwege schuift. Halverwege het peloton, hè, bedoelde Rudy. En als je dan in de klim boven bent, zit je weer achteraan, kun je net aanpikken. En nou zit jij net op 10 meter, nou ja, en je hebt al een keer terug moeten komen, dus dan op een gegeven moment. Pak je heel veel wind? Ja, want we zaten telkens op een gaatje met een paar anderen. En dan. En ja, maar die ene keer dat je terugkwam was gewoon super. Ja. Je hebt meer dan de helft van de wedstrijd eraan gehangen, hè? Dus ik zeg gefeliciteerd. Ja. Hoe ging het? Ik moest een paar keer ook bijna kotsen, zo voelde het. Bijna kotsen? Ja. Nou ja. Ja, maar dat is goed. Maakt niet uit, je bent er nog, je hebt niet gekotst, dus prima. Klasse man.